Keulert. Keulert duurt te lang. Breij is natuurlijk een fel baasje daar aan die rechterkant. Voorzet van Breij. Johnson! Schitterend! Schitterend doelpunt van Johnson. Binnen een minuut Cambuur op 1-0. Hard geschoten en raak geschoten. Dat is heel snel weer binnengepaast door de man die als dat geen ander kan. Verdonk. Marquez. Tanane, versnelling. Tanane, twee man kwijt. Tanane, schitterend. Schitterend. Prachtige goal van Tanane. Van een voetbal. Middenvelder van AZ, dat hij weer weg is en fantastisch scoort. Zo snel kan het gaan bij AZ. Wat een prachtig doelpunt van Karlsson, zijn vijfde van het seizoen. Perubessi uitgespeeld, Gianni. Van Wolfswinkel kiest positie en krijgt hier de bal. De overstapje is goed en daar is het doelpunt voor Twente. Eerste kans is raak, Sam Stijn via de binnenkant van de paal. Veldmaten dus. En goed ook, zo van een goal. Wat een schitterende vrije trap. Emme staat op voorsprong tegen Ajax. Achterin, daar, de goal. Ja, dat is snel, dat is Abels. En dan zitten ze bij NEC wel helemaal van die corner balen. Want ze vonden dat het er geen eentje was. Kramer, die heeft weer wat gezien en als Kramer iets ziet, Michiel Kramer krijgt de handen op elkaar, zelfs van de Go Ahead Eagles fans. Nijnans, Lauritsen. Leuke wedstrijd tot nu toe, met een aardig tempo en hier een schitterende 1-0. Wegkop, maar opgevangen. Adekanje met links. Oh! Hij scoort er weer eentje. Bobby Adekanje. Hilversen. Szymanski. Ruimte. Kan het proberen. Szymanski. En zo is het dan weer gelijk. Deze mag er ook zijn. 1-1. Schade snel gerepareerd door Feyenoord. Zijn hoekschop, daar komt Olij, heeft hem ook wel, Paisao, en die jaagt hem binnen. En zo komt Feyenoord vroeg in de wedstrijd, 12 minuten, op een 1-0 voorsprong. Als Cambuur aanvalt en via Breij lekker uithaalt en een voorsprong komt. Keurige timing. Als de fans zich roeren, scoort Cambuur. Lange trap van Olij, zo bij Van Krooi. Wordt het een assist van de doelman? Jawel! En kijk hem eens uit zijn dak gaan, Nick Olij. Twee feestjes voor de prijs van één goal. Van Krooi krijgt hem op zijn naam. Rommens legt die bal aardig neer. Omhoog gekopt vooral door Kramer. En dan is daar nog Lindhorst en die streept hem binnen. Daar kan geen petje tegenop en zo is het al heel rap 1-1. Langs de ongelukkige Navarro de Rossen. Klaarleggen. Wiever. Zo! Vol op de pantoffel. En 2-0 voor Feyenoord. Levert hier een kans op voor Lobeek. Die hem ook nog keurig aflegt. En RKC op voorsprong. Ook deze bal is iets wat slordig en dat geldt voor beide ploegen. Pavlidis meegeven, Karlsson, Pavlidis en die maakt het af. En zo komt AZ op een 1-0 voorsprong in de 18e minuut. Daar iets terug. Oh, schitterend gedaan. Schitterende goal. 19e minuut, 0-3.
als dat kan. Prima gedaan. En dan Garcius, wel of geen buitenspel. Vlag blijft nog omlaag. Garcius! 2-0. Ja, wel of niet. Er zal naar gekeken worden, maar voorlopig blijft de vlag naar beneden. Vier man in de muur. Het wordt Vitek met links. En dat is een goede goal, zeg! Dat is een goede goal. De vrije trap van Vitek. Rubbeli. Voorzet, zeker. De bal blijft liggen. En zo is het weer gelijk. 1-1, Sahraoui. Kutju, daar komt Proper. Dit is Timber. En nu Lul terug. Timber, en die past precies. In de 23e minuut komt Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Smal. Laat het aan Seroepi. Daar de keeper komt niet bij. De bal en Sherry jaagt hem heerlijk binnen. 2-0 Twente. Twee keer Tjerny. Liedberg. Kan hem gelijk meegeven aan Lindhorst. Dat lukt. Lindhorst. En dan is daar niet Fernandes en niet Stokkers om die bal binnen te lopen. Deil. Wat een heerlijk schot, zeg. En zo komt Go Ahead. Uit het niets op gelijke hoogte. Niemand om mee te vieren. Hij doet het wel voor het uitvak. Metson. Proper. Tafsanders, een lekkere bal zeg, van Dirk Proper. Dimatakis positie. Tafsan. Zelf voor de goal. Schitterend doelpunt van Tafsan. Wat nou geen rendement. Mens door het midden komt per toeval uit bij Meinans. Richting Karlsson. Die moet spectaculair en die gaat spectaculair. En dan is het 2-0. 27e minuut. De voorsprong verdubbeld. Alvarez. Er is wat ruimte bij Anthony. Rens trekt de ruimte en Anthony haalt uit. Op wat voor manier zeg. Op de rand van de 16 staan ze nog te wachten als Karlsson inmiddels zelf het probeert. En hoe? En hoe? En hoe? Het is 1-0 voor AZ. Nu wat spelers van Emmen voor de bal. Szymanski, Jiménez. Was allemaal nog niet zo makkelijk. Idrissi. Hartman is er ook. Idrissi zelf. En een mooie goal zeg. Schitterend in de bovenhoek. En daar is de gelijkmaker voor Feyenoord. Goed binnen doorgelopen. En nu, dat is een, wilde ik zeggen, 100% kans. Martens ziet toe hoe hier de gelijkmaker binnenvalt. Heeft hij prima het voordeel gegeven. Eiting. Staat het verdedigend ook uitstekend. Zo af en toe komt het er ook uit, zoals nu met Azarkan. Azarkan die schept hem voorbij voor Hulst. En zet Excelsior op 2-0. Cox met de vrije schop. Het hoofd van Mirani. Nou, dan kun je het proberen uit de tweede lijn. Nou, wat een prachtig doelpunt. Bij zijn eerste basisplaats. Umaro Mbalo. Berghuis. Beetje laconiek buitenkantje links richting Sanchez. Die is dus weg. Hartman glipt al langs. Paisao voor het schot. Oh! Wat een heerlijke treffer van Paisao. Veel beter kun je de bal niet raken. Clement. Ja, goede bal. Jozefsson, de volgende kans is wel daar. Het wordt van Klaassen geblokt. Kudus is gewoon om binnen te houden. En er langs te komen en terug te leggen. En dan is het doelpunt daar. Met dank aan Kudus scoort Berghuis. Wat een geweldige assist. Timber.
Steekbal lukt, Sanchez voorgeven en daar is de tweede, Steven Bergwijn. Mauritsen kan niet doorkoppen, bijna. Pintolano en Pinto! Saito, goed. Dit is mooi, dit is verrassend. En dan achterin Pinto. Hard voor. Oh! Dat is een heel vrije goal van Pinto. Daar is Veerman en daar is de goal voor Volendam. Prachtige goal van Henk Veerman. Goed. Prima gespeeld. Kleiber ook goed meegenomen. Nu voor en dan is dit een geweldige goal. Ja, uiteindelijk valt hij namelijk binnen. En het is Viergever die er 3-3 van maakt. Zwak ook weer. Maar ze hebben wel in ieder geval heel snel de bal weer terug met Gerkes. Slading daar, die mislukt. Oh, Gerkes. Nou ja, dan maak je het nog af ook. Met rechts schuift hij hem binnen. En dan mag hij... Ogen in de doorlopen. Simpel balverlies. Zo'n paasje van Rooij op de Nanen. Dat moet er geen probleem opleveren, zou je denken. Klaasie kan de problemen vergroten. En dat gebeurt inderdaad. Klaasie maakt de tweede. Hetson. Terug Schöne. Nou ja, schiet maar. Lesse Schöne. Oh, een mooie goal. Had er nog geen eentje gemaakt dit seizoen. Ja, dan maar op deze wijze. Schitterende goal. Patrick Vroeg. Kan wat meters maken. Man die kwam van Vitesse. Mutonda. Bellassani wil uithalen en doet dat helemaal niet slecht. Die doet dat geweldig. Wat een goal van Bellassani. Vlak voor rust. 2-0. Dat is een heerlijke goal zeg. Wat een trap. Wat een doelpunt. Eentje die letterlijk uit de lucht komt vallen, maar wel echt heerlijk is van Gatsé Fontan. Wauw. Goed gespeeld. Ja, Hambach. Heel Rossum. Feyenoord maakt tempo. Idrissi. Idrissi. Goeie kopbal. En 1-1. Ali Reza. Ja, Hambach. Veerman. Sneller. Gakpo. Gakpo met de voorzet. De Jong perfect bediend. En nee, in twee instanties ook niet. Simons dan? Hij wel. Zo, goede bal. Oudrikis. Ja, daar is die. Robert Oudrikis. Tadić zit dus ook in het centrum nog niet heel lekker in de wedstrijd. Hier, Odgaard. Groot op de vlag omlaag. Dan scoort hij. En de vlag blijft omlaag. Zambisa nog. Zambisa, 2-0. En kijk naar de vreugde bij Cambuur, dat is toch wel bijzonder. Simons. Voorzet nog van Simons en nog binnengekopt voor de 3-1 door Obispo. En zo neemt PSV in die extra tijd toch behoorlijk ruim afstand van Go Ahead. De Jong. Van Aanholt. Simons vanaf links. Simons. Dat is lekker geschoten. Wat een heerlijke goal van Xavi Simons. Dit mag verder van Nijhuis en zijn assistenten. Smit. Draait de bal een heel eind op. Brij. Brij, lekker geschoten. Wat een wereldgoal zeg. Hier is Deel. Weg bij Bero. Bakayoko.
naar Til. Een beetje achter Til, maar wel een schietkans. Til en oh, de fout van Scherpen. Jozefzoon in zijn eerste paar minuten. Hangt vanaf de linkerkant. Yılmaz. Hard geschoten. En ook nog raak. Pavlidis. Daar komt Karlsson. Oh. En ook deze is raak. Klein stuitje zat erin, dropkickie en het is 3-0. Kukçu. Geen kopkans. Idrissi. Aannemen en klaarleggen. Erin schieten kan natuurlijk ook Szymanski. Jan Sana komt er niet tussen. En nu Sar met de kans en de redding. Maar de bal is nog niet weg. Keuler, keeper van Go Ahead. Jeffrey de Lange uit positie. En dit is een goed schot van Haaien. Daar is de openingstreffer voor Heerenveen. Tadic. Schieten. Berghuis. Oh, ho, 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 ho. Daar schieten, hè. Dat is schieten. Gooien wat spelers van de Eagles zich voor die bal. Paisaal draait handig weg. Paisaal! Prachtige goal. En een marge van 3. Handig balletje van Stijn van Wolfswinkel. Tsenny biedt zich aan. Het gaat naar Tsenny. Goed uitgespeeld door Twente. 3-1. Manhoef. Niemand die hij tegenkomt zou een van zijn twee vrije ploegenoten moeten kunnen vinden. Hij wacht te lang, dus doet hij het maar zelf. Nummer 2 van de middag. Tadic. Bergwijn. Kan voor het schot gaan. En dat schot gaat erin. En zo gaat dat wel heel makkelijk in een vrij rustige openingsfase van die tweede helft. Bogdanovic. Er is ruimte bij Van Ewijk. In één beweging door. Van Ewijk. Wat een goede actie en een schitterende goal. Confronteert met twee tegenstanders. Onder andere Boskali. Tanane ze. Oh, wow! Wat een goal! Wat een goal! Van Tanane. 1-4. Hans Kool, hakje. En Timber drukt af. En maakt zijn eerste voor Feyenoord. Dilrossen. Oh, wat een goal van Dilrossen. En zo komt Feyenoord op werkelijk schitterende wijze op 3-2. Ja, terug van de streek. Boef langs. Ja, Boef. Hij verdient het. Want hij speelt een goede wedstrijd. Taylor Boef. Met 1-1. Goed geluk ingespeeld richting Kluiver. Jalek. Manhoef, als die paas goed is, is de kans. Manhoef, die paas was goed. Van de Hoorn ligt. Van de Marel kan niet verdedigen hier. En het doelpunt van Manhoef.
Misicjan. Ja, nu dan. Hij schuift de bal heel rustig in de verre hoek. Virgil Misicjan. De Jong die stuurt Simons weg. Simons alleen. En dan gaat Sugawara daar de overtreding maken. Maar dat doet hij niet toe. Want hij kan door. En dan een slippertje van El Karouani. Dat wordt hersteld door een zeer goed spelende Dirk Propen. Danane. Di Mata, geen sprake van buitenspel. Nani Di Mata al vallend voor 2-0. Misicjan, Zerouki. Mooi meegegeven. Misicjan, ook goed. Sadilek, het is schitterend gedaan. En juist Sadilek. En dat is voor hem een werkelijk prachtige beloning. Alles of niets klinkt al vanaf de Bunnik-side. Maar het is AZ dat ten aanval trekt. En hier op een prachtige manier op 2-0 komt. Sugawara. Een beauty. Het correct van Peppi. Tjerni wil een vrije trap. Van Boekel fluit niet. En dus een kans. En een goal. Daar is hij. Antman. Michel Flap over de muur en in het doel. Schitterende treffer. Lang moeten wachten op die eerste. Hier is zijn tweede van het seizoen. En het is een wonderschone. Vita. Of Jacob. Jacob. Is zijn geld nu al waard? Ozan Özyakup. Verschuren. Schot. Och, wat een beauty! Het seizoen van Sparta in de notendop. Ze voetballen niet zo geweldig. Kukçu. Kukçu, mooie lichaamsschijnbeweging en de poging en gelijk. Het is 3-3. En hetzelfde verhaal eigenlijk als in de eerste helft. Blind schiet tegen Tronstad op. En dan Timber maar half. En ligt het dan helemaal open voor Vitesse? Ja dus. Manhoef voor zijn tweede. Hij is helemaal alleen en hij doet het ook helemaal alleen. Bewegingen van Saroui, wat gaat het opleveren, komt in ieder geval tot een voorzet. En dan uit de tweede lijn. Ja, Sam, wat een fantastisch doelpunt. Spanning terug naar deze mokker van Ottelen. Meer zo'n halve corner van Te Wierik. Kopduel gewonnen. Ricardo Pepi, goede combinatie, 2-2. Wat een goal zeg voor Groningen. En weer maakt hij hem, Ricardo Pepi. Wippertje, Odgaard, Pavlidis. Oh, wat een mooie. Toch de goal voor AZ. Uitgegaat in een flits. Seuntjes. Okili. Schiet hem maar. Oh, dat is ook een lekkere. Szymanski, schot is lekker. Oh, is lekker. Is heerlijk. 2-4. Op weergeloze wijze. Bellassani. Is die bal op maat? Jazeker. En goal. Biret.
maakt ook zijn tweede. 2-3 in een heerlijke wedstrijd in Groningen. Twente dat drukt. Zerouki nog een schieten. Daar krijgt hij nu de ruimte maar niet voor. Dat was overstandig. Misijan. Langs bij Klaasie. En een aardige voorzet. Brenet, daar lijkt geen ruimte te zijn om te pingelen. Vindt toch wat ruimte. Oekalde en dan is het raak. Nu Kukçu aan de bal. Hier is Danilo. Danilo van afstand. Oh! Wat een goal van Danilo. 3-1. Wat een spetterende uithaal. Kourous. Schot. Oh, die valt nog schitterend binnen. Wat een prachtige goal nog. Zo wordt het 4-1. Dit is de mooiste van Divine Ranch. Nieuw Toornstra, Dost met de hakken. En daar is hij, de hat-trick van Doefikas. 3 keer. En dit is een wereldgoal. Moussaba. Zo, Moussaba. Hij is koud binnen de lijn en schoot al een keer voorlangs. En dit is nog even andere koep. Melassani. Nu dan wel een keer de ruimte om lekker uit te halen. Daar zoekt hij al de hele avond naar. Eén keer kreeg hij de kans in de eerste helft, maar nu zit hij erin. Deze vrijtrap, Burak Yılmaz. 87ste. Minuut. En ho! Hij maakt het wel. Ja, hij maakt het wel. Simons, Fabio Silva, die hebben toch wel een klik met elkaar. El Ghazi. Wat een goal. 5-2. Van Krooi. Een handig eitje zegt Van Krooi. Van Krooi 2-0 Sparta. Prachtige individuele actie, andermaal. Hier nog Pedersen. 2-1 voor Feyenoord. In de laatste minuut. Marcus Pedersen. Komt dat puntje er wel? Komt dat puntje er wel? Nee, van Kito Lano. Maakt de 1-0. De rijden nog maar een keer van buiten de 16. Ja, natuurlijk. Nog maar een keer van buiten de 16. Tonis geeft voor. Ik denk dat hij er even over dacht om ineens. Ja, dit kan ook. Aannemen en dan uithalen. Sanko wint uiteindelijk van Toornstra. Sanko, en nu ligt het open voor Witek. Die op weg kan gaan naar 2-0. Witek stift hem over de keeper heen en scoort. Vitesse gaat winnen van Utrecht. Tanane. Voorzet van Tanane. Kopbal. En die valt er nog in ook. En zo wordt het toch 3-3. Via Sandler. Jan Baks. Kan het weer proberen. Jan Baks. En daar zit hij erin. Is het toch weer een late 2-2 in minuut 96. Alireza Jahan Baks. Deze dan? Ja, deze wel. Ryan.
Zijn trap is niet goed genoeg en dan kan Simons weg. Simons, gaat hij beslissen? Simons, gaat hij dan ook nog mee de topscorer worden? Ik denk het wel. Dan trekt hij het shirt uit. Simons zorgt voor 2-1 en krijgt natuurlijk een gele kaart. Gaat Yilmaz het doen in de 99e minuut? Nou, hij is heel rustig.